super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Takkie met Wiri. Met een gast. Ik zit hier vandaag met Denzel. Super leuk dat je er bent. Ja, leuk. Vind ik ook. Echt. Ja, ik keek natuurlijk heel fanatiek naar Love Island. Ik heb ook alle UK-versies gezien. En toen de Nederlandse versie kwam, dacht ik, oh, dit wordt vast wel wennen. Ja, ja, weet ik. Maar? Maar ik keek het en ik vond het echt super leuk. Dat is leuk, hè? Ik vond het echt leuk. Het was verslavend. Ik en mijn vriend zaten elke avond op de bank. Echt, elke avond? Elke avond. Dus het was wel een goed teken. En vooral bij jou had ik wel het gevoel van, oh, dit is wel gewoon een interessante gast. Oké, wat dan? Ik weet niet. Gewoon uitspraken die je maakte en de manier waarop je overkwam. Ja. En dat er toch wel een beetje, ja, een beetje roddels waren. En dat mensen dachten van. Ja, inderdaad, inderdaad. Vooroordelen en zo. Ja, had je dat ook? Nee. Nee, helemaal niet. Ik was dus echt, ik heb echt lopen balen toen jij eruit gestemd werd. Ja. Ik dacht echt, maar ik vind dit juist de leukste gast hier. Waarom moet hij er nou uit? Ik zweer het, echt. Maar daarom zit je hier, omdat ik dacht, je bent wel een interessante guy. Ah, leuk, ja. Nee, ik vind het leuk. Ik vind het gezellig. Ik wil je wel spreken. De bedoeling van Takkie met Wiri is dat niet alleen ik, maar ook jullie mijn gast beter leren kennen. Daar hebben jullie zeker inbreng gehad door middel van deze story. Daar zijn dus allemaal vragen en thema's ingezonden en die zijn verzameld op de kaartjes. Oké. En die zijn, oh, dat zijn vragen vanuit... Ja, deels vanuit hun. Ik heb ze wel een beetje aangepast. Oké. Zodat ze wat... Een beetje wat dieper waren. Maar het zijn wel leuke vragen geworden, dus ik ben heel benieuwd. Top. Wat verwacht jij dat mensen van jou willen weten? Ja, ik weet je, ik moet eerlijk zijn, ik heb na Love Island heb ik heel veel aanvragen gehad voor interviews die ik niet gedaan heb. Nee. Gewoon omdat ik, ja, weet je, ik weet gewoon dat er heel veel gevraagd worden over Love Island. Precies. Van, wat was dit, wat was dat of wat dan ook. En weet je wat ik... Ik bedoel, ik ben daar geweest, ik laat het gewoon achter me, weet je, ik wil daar het liefst, wil ik het er gewoon niet meer over hebben, weet je, maar... Nee, dat je niet de Denzel van Love Island bent. Precies, weet je, want ik werd wel op een bepaalde manier neergezet en dat was natuurlijk ook door anderen die daar, die daar waren, maar... Ja. Dus daarom dat ik, ik weet het niet, maar het zou misschien wel over wat daar gebeurde. Ja, tuurlijk zijn er vragen binnengekomen die daarover gingen, maar juist daarom heb ik ook inbreng in de vragen, zodat het wel over jou gaat en niet over... Love Island alleen. Ja. Want dit moet geen Love Island recap worden. Nee, daarom. Maar ik voel me wel vereerd dat je hier dan gewoon zit in plaats van. Ja, nee. Ik checkte en ik dacht ook gelijk, dit is leuk. Super leuk. Gezellig. Nou, leuk dat je er zit. Voordat we gaan beginnen, heb ik een shortje voor je. Oké. Oh, oké. Ja, ik zie het. Het is een gember shot. Oeh. Ja. En ik heb hiervoor bij al mijn andere gasten had ik gewoon een shortje bij de Albert Heijn gehaald. Ja. Maar er blijkt dus gewoon super veel appelsap in te zitten. In die shotjes van de Albert Heijn? Ja, gewoon appelsap, citroen en dan een mini beetje gember. Echt? Maar dit is echt de real ass. Dit is gewoon vers. Ja, dus ik denk dat die ook wel heel smerig gaat zijn. Oké, ik ben benieuwd. En het citroen is? Wat moet je daar? Ja, je mag hem daar als een soort tequila ding misschien. Ah, oké. Are we all set for the shot? Nou, proost op een mooi gesprek. Yes. Let's go. Oh. Ja, dit is wat meer. Ik vind hem gewoon lekker. Dit is gewoon spang, ja. Dit is gewoon lekker. Zoet. Hij was zoet, hè? Dit is niet zit alleen ook appel in? Ja, er moet appel in zitten, ja. Oh, you're so relieved. Nee. Ik vond deze lekker. Ja, ik ook. Wel lekkerder dan die van Albert Heijn. Ik heb die nooit gehad, eerlijk te zijn. Deze is gewoon pers. Hebben jullie deze zelf geperst? Nee. Dat gaat een beetje te ver, dat is ook op. En ik vroeg aan jou wat je favoriete snack is. So tell me. Je hebt het geregeld. Maltesers en M&M's. En welke M&M's? Want ik heb nu gewoon... Ja, ik vind M&M's gewoon lekker. I get it. Het maakt me echt niet uit welke M&M's. Nee. Dit is top. Ik heb zelf een bak chocola. Okay. Want ik mag dat dus niet meer eten. Wat is dat? Is dat zo'n vegan chocolate? Ja. Ja? Je mag proeven. Het wat zit daarin dan? Is dat, deze is met karamel. Okay. Maar het smaakt gewoon het smaakt gewoon hetzelfde, ja. Alleen ik moest wel een beetje wennen, want ik hou van melkchocola. Dus dan is het gewoon echt het is ineens heel puur. Maar goed, ja, als je wil kan je natuurlijk altijd pakken voor mij. Ik zag laatst... Ik zag laatst dat het interview dat je met Tabitha had. Dat stukje van het kaas. Serieus, zij chopt zoveel kaas. Dat is echt niet normaal. En het is zo mooi dat ze daarvoor dan zegt van, ja, ik wil geen hormonen meer. Ja, klopt. Wie zei dat? Waren jullie dat? Jij zei dat, Ja, en zij zat ondertussen, zat ze al de hele tijd, zei ze ineens kaas. Ja. Toen ze het over hormonen had en wij dachten echt, waarom zeg je heel de tijd kaas? We vonden het zo raar. Ja. En op een gegeven moment zei ze het gewoon en ik ging ook zo stuk. Dat was echt grappig. Ze wist het ook gewoon ze wist het niet. Nee, kut. Echt.
Ze wist het legit niet, nee. Ik kreeg daarna een story dat ze ineens vegan kaas had gehaald. Maar die story daarna was dat ze weer geitenkaas had, weet je. Ja. Ik denk ook niet dat ze daar zomaar af komt. Nee, het is ook een beetje een afkik dingetje. Net als ik met chocola, het is lastiger dan je denkt hoor. Nee, niet normaal, echt. Ik eet gewoon een hele stak Maltesers weg. Ja, in één keer, it's gone. Nee, daar? Nee, totaal niet. Nee, echt niet. Gewoon nul, guilt. Ja. I'm a Malteser. Ja, zo voel je op een gegeven moment wel, ja. Nou, are you ready? Ja, ik ben ready. Let's go. Als je kou wil je dat ook aan? Nee, nee. Doe je ding, je mag gewoon. Okay. Je mag gewoon lekker eten, dat, daarvoor staat het er. Okay. Wat is het verschil tussen je ideale zelf en je echte zelf? Tussen mijn ideale zelf en mijn echte zelf. Mijn ideale zelf, dat is... Wat moet ik daaronder verstaan? Is dat hoe ik mezelf wil zien? Of? Ja, jouw ideale zelf, dus jouw perfecte zelf. Wat doe jij nu bijvoorbeeld niet, wat je misschien wel heel graag zou willen om bij een ideaal beeld van jezelf te komen? Ik denk, om eerlijk te zijn, ja, wat meer vriendschappen onderhouden. Oké. Okay. Ja. Wat meer vriendschappen onderhouden en ook ja, banden met mijn familie eigenlijk. Ik heb heel erg, als ik ergens mee bezig ben, dan is het heel erg tunnelvisie. Ja. En dan vergeet ik heel veel dingen om me heen, waardoor mensen dan denken van, oh hij is me vergeten of hij, weet je, die hebben altijd hun eigen, tuurlijk, je gaat natuurlijk je eigen gedachten vormen, maar dat is gewoon puur omdat ik zo erg bezig ben met wat ik wil doen. Maar ik vind dat ik dat zou ik wel anders moeten doen. Ja. Want ik raak mensen kwijt. Ja, maar je bent er wel bewust van. Ja, wel. Alleen het is niet zo makkelijk als je denkt, hè. Nee. Om dat dan in één keer te veranderen. Dus nee. Ik zou dat heel graag willen. Ja. Om gewoon echt, echt contacten te onderhouden. Maar mis je dat zelf ook? Ja, wel. Jawel, jawel. Ja, wel. Want ik merk dan toch wel dat mensen toch een bepaalde... dat ze toch wel afstand nemen zonder ze denken dat ik het niet wil. Maar dat is het niet. Nee. Het is gewoon puur, ik ben zo erg bezig met hetgeen wat ik moet doen. Of als ik drukte heb. Ik denk dat jij het zelf ook gemerkt hebt. Ja. Weet je, het is niet dat ik niet wil reageren. Oh, met jou bedoel je? Oh, ja. Nee. Ik zeg ja. Oh, nee, ik bedoel gewoon... weet je, dat nee, mijn reactie is. Ja. Maar omdat ik zo chaotisch kan zijn. Ja. Dus dat zou ik heel graag, anders willen. Ja. Ja, maar het is wel een mooi doel. Doe je daar al iets aan? Ja, ik doe echt mijn best. Ik probeer het echt heel erg. En dan val je weer terug. En dan... Maar ik doe wel mijn best. En je zegt, je bent heel gefocust. Dus je bent wel echt een man van, ik ga voor mijn passies. Ja, ik ga voor mijn dingen. Ja. Je bent daar nu gewoon druk mee bezig. Ja. Zeker ook omdat ik mijn 24ste de keuze heb gemaakt te stoppen met voetbal. Het is heel vroeg, hè. Ja. Mijn 24ste. En ik zat nog gewoon midden in... Ja, ik voetbalde gewoon in Amerika. Ja. En ik vond het gewoon niet meer leuk. Dus ik heb toen een keuze gemaakt om te stoppen. Iedereen was natuurlijk van, ja, wat doet hij? Ja, wat was de aanleiding? Dus het was echt dat je het gewoon niet meer ik vond het niet meer leuk, nee. Okay. Ik had op een gegeven moment veel te veel ochtenden dat ik opstond. En dat ik had gewoon een ziek gevoel of zo in mijn buik. Oh. Ik wilde niet gaan trainen en ik werd er niet gelukkig van. Precies. Weet je? Ja. Op een gegeven moment heb ik gewoon die keuze gemaakt. Ja. En dat is dan helemaal de reden waarom ik dan nu denk, ik moet wel wat gaan doen. Ik moet, weet je? Gewoon pressure die je dan voelt. Ja. En daar ga jij dus mee om op een manier om er gewoon voor te gaan. Mm-hmm. Maar je merkt dat misschien dus de vriendschappen een beetje... Ja. Maar zeg je ze dat dan ook? Ja, jawel. Ja. En dan is het ook wel weer goed. Ja. Weet je, maar het moet gewoon niet meer gebeuren. Nee. Ik wil dat gewoon een beetje... Nee. Maar ik kan het wel begrijpen, want vooral als je ergens echt, als je er echt om geeft. Ja. Weet je geeft om je familie en je vrienden, maar je geeft ook om je carrière en daarom. Je toekomstbeeld, et cetera. Ja. En ik denk dat het vooral met werk gewoon heel erg is. Het is gewoon zo rewarding. Ja, je krijgt er zoveel validatie uit, dat je denkt, ach, ik krijg en voor betaald. En het gaat goed, weet je, ik groei zelf. Ja. Je ontwikkelt er zelf van. Klopt. Dus het is gewoon... Addiction. Ja. Nee, dat is echt zo. Ben jij daar wel goed in? In vriendschap onderhouden? Jawel, ik probeer het wel. Ik ben wel echt... kijk jou even aan. Nee, ik ben wel een workaholic. Ik ben nu eigenlijk... Ik heb Fiverr. Heb ik eigenlijk. Oh, echt? Ja. Okay. En wat ik dus ook zei met mijn darmen. Ik moet eigenlijk echt rusten. Ja. Maar we zitten hier nu toch. Het is gewoon, ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik weet dat als ik werk, dat ik gewoon... Ik ben gewoon lekker bezig. Anders zit je maar thuis, denk ik dan. En ik heb soms ook niet het gevoel dat ik veel doe. Dus als ik dan mijn vriendinnen dingen hoor zeggen als...
oh, ik heb echt een drukke week. Dan denk ik, ja, doe eens rustig aan, want je hebt echt een drukke week. Yeah. Maar andersom denk ik niet dat ik een drukke week heb. Precies. Dus je hebt het gewoon niet meer door. Ja, nee. Wat jij zegt, je zit zo in een tunnelvisie dat je gewoon, je hebt het gewoon niet meer door. Klopt. Maar wat wel helpt is van tevoren gewoon veel data afspreken. Ja, en dat is weer plannen. En daar ben je ook goed beter in. Nee. Ik doe mijn best, maar... Dat is stap 1. Ja, precies. Toch? Ja. Maar dus je bent wel heel druk, zeg je? Ja, toch wel. Hoe zorg je er dan voor dat je wel opgeladen blijft? Ik haal mijn rust niet uit slapen, want ik slaap heel weinig. Ja. Ik haal mijn rust uit bidden. Ik bid heel veel. Ja, ik bid heel veel en daar haal ik dan wel weer energie uit. En ik krijg gewoon een bepaalde kracht als ik dat doe. Ik neem ook echt mijn moment, weet je. Ik steek een kaarsje aan. Weet je, ik heb mijn tafeltje waar ik gewoon echt nog mee. Ik praat gewoon echt heel veel en dan voel ik daarna gewoon echt dat ik er weer tegenaan kan. Precies. Dat probeer ik 2-3 keer op een dag zeker te doen. Wat mooi. Het is echt een ritueeltje. En dat werkt voor mij nu gewoon. Ja. En vind je het dan ook belangrijk dat de mensen om je heen daar hetzelfde in zijn? Of maakt het jou niet uit? Nee, dat maakt niet uit. Iedereen heeft natuurlijk zijn manier en zijn eigen geloof. Ja. Ik heb bijvoorbeeld mijn vriendin op dit moment, die bidt ook. Die bidden we samen. Natuurlijk niet zo vaak, maar wel voor het slapen gaan. Weet je? Dus, maar het hoeft niet per se dat ik vrienden moet hebben die ook zo gelovig zijn of die hetzelfde doen. Nee, dat zeker niet. Je haalt daar je rust en je kracht uit. Ja. Een soort van 2 vliegen in 1 klap. Mm-hmm. Ja, ik ben dan zelf niet gelovig. Nee, dat zal ik net vragen. Nee, ik mediteer wel. Oh ja, dus werkt dat? Dat is dus iets waar ik gewoon zo moeilijk vind. Hè? En dat is natuurlijk ook weer omdat ik zo chaotisch ben in mijn hoofd. Ja. Ik kan mijn rust niet vinden. Ik wil niet zeggen dat ik niet kan mediteren, want ik bedoel, ik heb het niet heel vaak geprobeerd of zo. Nee. Maar als ik stil zit en in mij moet focussen op iets, dan denk ik, oh ja, wat moet ik ook weer morgen doen? Ja, precies. Moet ik denkt aan alles. Ja, je denkt gewoon aan alles. Ja. Het is echt een proces waar je doorheen moet. Ja. Want ik heb ook in het begin dat ik echt dacht, je gaat gewoon zitten. Je bent stil, je denkt aan iets waar je op moet focussen en that's it. Ja. Maar zo gaat het niet, want je denkt aan 100 dingen tegelijk. Ja. En ik ben ook iemand die pieker heel veel. Dus als ik inderdaad denk, ik zit nu midden in de verbouwing, dus ik denk nu, oh, ik moet de vloer nog regelen, ik moet dit nog regelen. Ja. Dus tijdens het mediteren komt dat echt wel een paar keer naar boven. Maar het is dan juist de kracht om dat proberen aan de kant te zetten en dus gewoon echt te denken aan de andere dingen waar je wel aan wil denken. Ja. En wat jij zegt, ja, je bidt en je dankt natuurlijk. Ik dank dan eigenlijk ook. Alleen, niet zozeer in de zin van het geloof, maar gewoon ik dank voor de dingen waar ik nu heel veel waarde aan heb. Ja, nee, dat kan ook. Dus eigenlijk, ja, ik wil het niet hetzelfde noemen, want dat vind ik altijd zo'n beetje... Ja, nee, maar is het eigenlijk het wel? Komt op hetzelfde neer. Ja. Precies, ja. Ja. Maar je vindt het lastig. Ik vind het heel lastig. Ja. Echt, ja. Hoe vaak mediteer je? Oh, ik deed dat vroeger echt elke dag wel. Ook 2 keer op een dag. Sowieso bij opstaan en naar bed gaan. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik dat ook niet meer doe. Nee. Ik denk dat het nu naar 3 keer per week, dus daar baal ik wel van. Mm-hmm. Ik moet dat gewoon onder controle krijgen. Ja. Heb je ook dat als je dat niet doet, dat je merkt dat je gewoon echt rust mist? Ja, zeker. Ja. Precies. Want het zit tussen je oren ook, hè? Ja, dat is echt zo. Maar het is gewoon een momentje voor jezelf. Dat toch? Ook, ja. Ik vind het heel prettig. Ik vind het echt. Het werkt, dus zolang het werkt blijf ik het zeker doen. Maar jij zegt dus dat je... je ziet je vrienden dan misschien niet zo vaak als dat je wil. Ja. Heb je dan ook het gevoel dat je dus je ei ook niet meer kwijt kan? Dat je dus zelf manieren moet vinden om dingen te delen? Ja, nou ja, kijk, naast mijn vrienden heb ik ook een hele goede band met... Ik heb ook broers en zussen, hè? Oh ja, natuurlijk. Ja. Dus ik heb een, sowieso een hele hechte band met mijn zus. Wat fijn. En daar praat ik ook heel veel mee. Die zie ik elke dag. Denk ik. Echt waar? Ja, die spreek ik ook echt iedere dag. Super fijn. Dus daar kan ik dan ook wel mijn ei kwijt. En als ik aan het bidden ben, dan... Kijk, weet je wat het is? Ik bid niet hoe iedereen bidt, hè? Of althans niet iedereen. Ik weet niet hoe mensen bidden. Maar ik wist niet dat ik een Onze Vader gebed doe. Ik praat gewoon. Net als hoe ik met jou praat. Yeah. Weet je? Daarom zei ik, het komt op hetzelfde neer. Want jij bedankt ook. En ik precies hetzelfde. Ik denk dat ik gewoon... Ik voer gewoon een gesprek en ik bedank voor alles wat ik meegemaakt, wat er op mijn pad komt. Yeah. En ik praat gewoon, weet je, en zo kom ik ook, zo het is oké, ik heb het ook zo kan ik ook mijn ei kwijt. Ja, zo ben je ei kwijt, ja. Ja, ja, nee, ik snap het echt. Ja. Ik heb ook, als ik in de auto zit, ik ken mezelf en als ik dan tegen mezelf ga praten, dan weet ik dat er iets op mijn hart zit en dat ik gewoon eventjes mijn ei kwijt moet ofzo. Ja.
je lijkt bijna een soort gek dat je dan tegen jezelf in de auto loopt te praten. Maar het is gewoon jouw momentje van alles luchten. Ja. En het voelt ook echt als een verlichting. Beide kanten, verlichting of vluchting. Dus ja, nee, ik... Nee, ik snap het, ik snap het. Ja, maar oké, naar de vraag. Dus dichter bij jezelf, bij je ideale zelf. Ja. Je mist vriendschappen een beetje, de moeite die je daarin steekt. De moeite die ik daarin steek, ja. Ja. Je hebt het nu wel zwart op wit gezegd, ook op camera gezegd. Ja, dus nu weet iedereen het gelijk. Nu moet je er echt gaan werken. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik probeer het ook echt en het gaat ook lukken, ik weet het. Ja. Nou ja, als je probeert, dan dat is stap 1. Ja, daarom. En wat ik zei, het plannen van dagen, dat helpt echt heel erg. Echt, hè? Ja, want ik zie jou bijvoorbeeld 25 oktober hebben afgesproken. Als ik dat niet doe, ja, wanneer zie ik je dan? Ja, dan gebeurt het gewoon niet. Je hebt voor 25 oktober heb je afgesproken? Ja. Welke datum zitten we nu? 13, denk ik. 12. Ja, maar dat hebben we ook al 2 of 3 weken staan. Ja. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar anders gebeurt het gewoon niet. Laatst toevallig, ja, maar dit is goed, hè. Laatst toevallig, toen appte een vriend van me, die zei laten we, maar dan praat ik over begin september, hè. Yeah. En die stuurt ineens een appje, kan jij 13 oktober of zo? Kan jij 13 oktober afspreken? Ja. Het was 1 september was het. Ik denk bij mezelf, je plant gewoon letterlijk al een maand vooruit. Ja. Dat vind ik echt bizar. Ik doe het ook. En jullie doen het ook gewoon. Ja. Ja, maar anders, it doesn't work, letterlijk. Jij hebt dat ook, toch? No. Nee? Oh. Nee. No. Nee, ja, ik normaal ook niet. Nee. Maar ja, je ziet het. Ja. Anders gebeurt het niet, weet je. Het is wel goed, het is goed. Ik denk dat je gewoon bewust moet zijn van je eigen schema. Mm-hmm. En moet beseffen, ik heb veel te doen. Ja. Als ik het niet ga plannen, dan heb ik ook geen tijd voor. Of dan ga ik er geen tijd voor maken. Ja, oké. Okay. Het is gewoon bewust worden van je eigen tijdsbestek. Tijdsbesteding. Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Je hebt een tijdje zonder baan gezeten. Oh ja. En gesolliciteerd bij de Albert Heijn. Waar je werd afgewezen. Je hebt je huiswerk gedaan, hè? Wat heeft deze periode voor jou veranderd? Oh. Ik ben ook afgewezen bij de Albert Heijn trouwens. So don't feel echt alone in this. Ja, het slaat echt nergens op. Nee. Ik snapte het ook gewoon niet. Ik dacht maar wat? Hebben ze jou een reden gegeven? Nee. Nee. Ja, het blijkt dat je HAVO-diploma hebt. Hey, ik zie het. Dus... Heb je HAVO-diploma? Ja. Ja, nou dat gebruikten ze dus bij mij, dat ik die niet had. Nou, dan is dat een leugen, want die heb ik. En... Nou, ja, ik snap het niet. Heel raar. Nou, ja. En ik weet nog dat er 2 andere meisjes voor mij waren en die hadden de baan wel gekregen. En they were blond. So, oeh. Ja, zie je, dat zou het ook kunnen zijn. So, ik raak misschien een gevoelige snaar nu, maar... Maar goed, sorry. Okay. Ja. Wat heeft deze periode voor jou veranderd? Het heeft me superveel laten beseffen en laten inzien. De reden waarom ik bij de Albert Heijn ben gaan solliciteren is omdat ik... toen was ik nog niet gestopt met voetbal, want ik voetbalde toen in Engeland. Hè? Ik voetbalde in Engeland, maar ik zat toen wel al er tegenaan. Ik dacht, oh, ik moet weer, ik vind het niet leuk en dit en dat. En ik had toen net een contract in Engeland getekend. En op een gegeven moment, ik denk dat ik eind januari een contract tekende in Engeland. En ik leverde mijn contract in eind februari. Dus ik zat er een maandje. Oh, ja, echt. Shit, en ik had een contract voor 2 jaar getekend of zo. Kan dat gewoon? Ja, als je niet meer kan. Als je niet wil, dan wil je niet meer. Ja, daarom. Ja. En dat was het dus bij mij. Dus ik leverde mijn contract in en alles stopte voor mij. Maar het probleem was, ik heb in Nederland ook best veel voetbalclubs gehad. Ja. Waardoor zij, nou ja, me zagen als rotte appel. Ik ging overal weg en dit en dat. Dus ik wist al dat als ik mijn contract inleverde, dus in Engeland, dat ik nergens meer aan de bak kwam in Nederland. Nee. En dat was ook zo. Ik kwam terug naar Nederland en niemand wilde me meer. Gewoon echt niemand wilde me meer hebben. Niet eens de Jupiler League clubs. Dus dat is echt maar nog een league eronder. Mm-hmm. Die wilde ook niet meer. En ik moest wat. Want ik had geen salaris meer. En ik had toen net een auto in Engeland gekocht. Die moest ook weg. En alles was gewoon weg. En op een gegeven moment, ik raakte zo erg in paniek. Ja. En ik ben toen naar de Albert Heijn gegaan. In Amstelveen. Ik wilde ergens waar ik niet gezien werd. Dus ik ging naar zeg maar zo'n... Een overdekte die zo binnen is. En daar ben ik dus gegaan. Ik werd afgewezen. En maar per direct? Mezelf, ja, per direct gewoon. Oh, ja. Wow. Ja. Heftig. Ja, per direct werd ik afgewezen. En toen ik afgewezen werd, toen besefte ik, wat doe ik? Hoezo ga ik solliciteren? Ik heb een talent en dan doe ik er niks mee. Dan wil ik gewoon gaan werken in de supermarkt. Ja, ik kwam gewoon echt in een gat. Ik kwam echt in een gat, ja. En ik wist dat ik gewoon van... nul moest beginnen. Echt van, ik moest helemaal opnieuw beginnen.
En toen besefte ik wel van oké, ik moet echt zelf wat van mijn leven gaan maken. Ja. Weet je, en ik ben toen heel veel stages gaan lopen. Echt zulke kut stages. Ik haat dat sowieso. Ja, ik haat stages met voetbal, hè? Dus voetbalstages. Oh, hè? Heb je voetbalstages? Ja, dan moet je proeven. Het is zo'n proefstage. Dus dan moet je meetrainen, gaan ze kijken hoe je het doet. Dat wist ik helemaal niet. Ja, ja. Dus dat moest ik toen doen. En ik ben toen naar de raarste landen gegaan. Want ik kon natuurlijk niet in Nederland meer aan de bak. Nee. Dus ik ben in Slovenië geweest. Ik ben in, ja, over in Rusland. Ik ben overal geweest. Oh, sick. Maar uit jezelf, echt. Ja, je dacht, ja. Ik ga dat gewoon doen. Ja, ik moest wat, hè. Zo, ja. Maar dat was nog wel de drive om gewoon door te gaan. Ja, ja, zeker. En mentaal dan? Want je zegt, ik kwam echt in een gat. Maar merkte je dat mentaal ook? Ja, ik was alleen maar chagrijnig gewoon. Het was niet leuk. Het is geen leuke periode, want ik kwam toen terug vanuit Engeland. Dus ik woonde toen met mijn moeder. Ja. En dat was voor mijn moeder super moeilijk ook. Ja, het was gewoon niet leuk. Er hing gewoon een bepaalde sfeer en weet je, ik heb wel heel veel hulp gehad van mijn moeder en van mijn zus, van mijn vader op dat moment. Is dat ook toen jullie zo hecht waren geworden of zijn jullie dat altijd wel geweest? Nee, we zijn het altijd wel geweest. Okay. Ja, we zijn het altijd wel geweest. Fijn. Ja, dus toen heb ik echt kutstages gelopen. Op een gegeven moment, last minute, dus echt met mijn laatste geld, weet ik nog, ben ik naar New York gegaan. Maar mijn neef die zat daar en die zei, ja, kom hierheen. Ja. En toen kwam het modellenbureau en toen ben ik helemaal opnieuw begonnen. Want je bent gescout, toch? Ja, ja. Dus mijn neef die had contacten gelegd met modellenbureaus. En daar Wilhelmina die zag dus, ik weet niet of je Wilhelmina models ken, die zag dus mijn foto en die zei van oké, laat hem overvliegen. Toen kwam ik en na een paar seconden zo zeiden ze ja, we tekenen. Bizar. Ja. Maar was dat zelf in jou opgekomen om modellenjobs te gaan doen? Ik was dus vaker benaderd op straat, maar ik voetbalde toen. En voor mij was mijn modellenwerk was echt... Ja, dat is iets wat ik nooit in gedachten had of zo. En mijn neef gaf wel aan van, hey, misschien moet je het toch doen. En toen, uiteindelijk heb ik het gedaan. En kwamen we ook gelijk op het idee van, hey, we zitten hier voor modellenwerk. Waarom ga je hier niet voetballen? Dan heb je alsnog wat je wilt doen. En dan doe je er ook nog modellenwerk daarna, snap je? En, kon het voetbal maar niet loslaten, dus nee, het klinkt. Nee. Ik doe het echt vanaf mijn vierde. Ja. Dus het is iets wat, ja... Ik ben ermee opgegroeid. Dat is moeilijk dan. Ja. Oké, dus je zat in een gat en op een gegeven moment had je weer de opportunity om dus gewoon weer aan het werk te gaan. Ja. Betekent dit dat geld en macht of carrière echt belangrijk is voor jou wanneer het gaat om mentale staat? Nee, absoluut niet. Kijk, het bij mij gaat het gewoon om, ik moet gelukkig zijn. Want anders was ik ook niet gestopt met voetbal. Want snap je? Ja. Ik moet gewoon gelukkig zijn. En kijk, tuurlijk, iedereen moet eten. Je moet rond kunnen komen, maar daar hoef je niet rijk voor te zijn, precies, snap je? Ja. Dus dat was voor mij gewoon belangrijk om mijn geluk terug te vinden. Want toen ik in Slovenië, toen ik daar stage liep of wat dan ook, had ik daar ook kunnen voetballen. Maar ik zou daar niet kunnen aarden. Ik kan niet, ik zou daar niet kunnen wonen. Dus ik heb jou daar ook echt niet? Nee, in Slovenië. Ik was ook echt een attractie daar. Het was niet normaal hoe bekeken werd. Ja, echt. Ja, echt niet normaal. Ik voelde me heel ongemakkelijk. Ja. Amerika is wel altijd een land waar ik heen wilde. Ja. Dus dat was dat ik dacht, oké, ik weet niet hoeveel ik ga verdienen, ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ben in ieder geval in echt een tof land. Waar je altijd al wilde zijn. En waar ik altijd al wilde zijn, ja. Dus het begin was goed. Ja. Maar ook sick dat het dus ook meteen goed is gegaan. Ja, dat was een risico. Alsof het bijna mensen bier was dat je gewoon daarheen moest. Ja, het is wel een risico geweest. Maar nu heb je voetbal wel losgelaten, heb je daar dan nu vrede mee? Ja, zeker. Gelijk al eigenlijk. Ik kijk ook bijna geen voetbal meer. Oké. Ik wil gewoon doen wat ik leuk vind nu en niet meer wat anderen van mij verwachten. Ja, op een gegeven moment word je ook geleefd. Ja, precies. Ja. Ik denk dat vooral inderdaad wat je zegt, dat je ook de pressure voelt van iedereen weet dat ik kan voetballen en dat ik dat altijd heb gedaan. Dus laat ik het ook maar gewoon blijven doen. Ja, precies. Maar wel knap dat je dus gewoon echt hebt gedacht, nee man, klaar mee. Ik ga gewoon voor mijn eigen geluk. Ja. Want wat is jouw geluk nu dan? Tuurlijk, nog niet alles is hoe ik wil dat het is, maar... Nee. Ik doe niks meer tegen mijn zin. Precies. Alles wat ik doe, daar kies ik zelf voor. Ja. Ik heb de mensen om me heen waar ik van hou. Ik voel me goed eigenlijk. Het is... Dat is heel mooi. Ja. Dus je zit niet meer in dat gat. Je bent gewoon mentaal helemaal steady weer. Ja. Ja. Lekker. En dat straal je ook wel uit. Je komt wel over als dat je lekker in je vel zit. Mm. Dat is mooi. Top, dat is goed om te horen. Ja. En jij? Doe jij wat je leuk vindt? Ik doe zeker wat ik leuk vind. Ja? Ja, dit vind ik echt leuk. Ik heb een periode gehad dat ik dus dit deed, maar dan Engelstalig. Oh, echt? Ja. Je kan dan gewoon niet jezelf zijn. Althans, ik. Nee. Met video's. Maar anders... waarom in het Engels?
ik dacht, ik wil voor groot publiek gaan. Dus ja, ik ga het gewoon meteen groot aanpakken. Ja. Maar dat, het voelde zo onnatuurlijk. Dat het is ook, anders, hè? Het is zo anders. Maakt die Engelse grapjes? Nee, het lukte me niet. Nee, I tried, maar dan was het een soort Nederlandse zin. Maar dan, weet je, dat ging gewoon niet. Dus daar, op een gegeven moment upload ik ook veel minder. En dan worden je kijkers boos. Dan is het van, ja, waarom upload je niet meer? Ja. Dus het voelde allemaal heel negatief. En toen dacht ik stop er gewoon mee. Ja. Maar dan mis ik het editen en het filmen. Want dat is gewoon echt wat ik leuk vind. Weet je, dit allemaal neerzetten en het in elkaar zetten. Dat zit je het zelf in elkaar ook nog? Ja, ja. En het editen, dat is gewoon, dat is wat ik leuk vind. Zo. Chill dit. Oh, nou. Meld wel. Ja. Dat miste ik. En toen dacht ik, weet je, fuck it. Ik ga gewoon in Nederlands video's maken. Toen ben ik gaan vloggen. Dat is het woord wat ik echt haatte toen. Ja. Dat, het werd net in. En dit is eigenlijk... Wat was dat? Een phone. Om te zeggen, ik ben vlogger, vind ik heel naar. Ja, er hangt zo een soort beladen sfeertje omheen. Van, oh, jij bent vlogger, dat kan iedereen. Weet je wel? Ja, het wordt zo onderschat, eigenlijk. Ja. Maar nu, weet je, nu ik dit heb opgezet, ik heb gewoon heel veel ideeën die ik graag zou willen doen. En dit was er één van. En leuk. Daar ben ik trots op, dus nu durf ik dat wel te zeggen. Welk aspect in je huidige relatie is volledig nieuw voor jou? En dat mag alles zijn. Weet je wat ik altijd denk? Ik heb nu denk ik, het is mijn derde relatie. Mm-hmm. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik bij hem blijf. Yeah. Maar ik heb wel het gevoel dat je in elke relatie gewoon iets tegenkomt wat volledig nieuw is. En waar je van leert, wat je meeneemt. Mm-hmm. En ja. Ben ik wel benieuwd wat jij nu al hebt opgestoken van deze relatie. Kijk, sowieso is de manier hoe we elkaar leren kennen hebben is bizar, hè? Dat is raar gegaan. Dat is echt zeker. Ja, dat is echt apart gegaan. Dus ik heb daar al heel veel geleerd, want daar begon het eigenlijk al. Ja. Weet je, het is, weet je wat raar is? En dan ben ik gewoon heel eerlijk. Mm. Ik denk dat ik misschien niet gelijk op haar zou vallen buiten Love Island, dus gewoon in het echte leven. Yeah. Zo noem ik het dan maar even, het echte leven. Snap je? En je wordt in Love Island, wil niet zeggen gepusht of zo om iemand te leren kennen, maar ja. Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Weet je, we zijn op een hele aparte manier in een koppel geraakt, dus daar. Okay. Ja, en dan ga je gewoon gesprekken met elkaar. Ik bedoel, je bent 24/7 ben je samen, hè? Alleen maar. Ja. En dan, ook zonder telefoon en zo, weet je? Ja. Ja, zonder telefoon. Je hebt gewoon geen contact, echt niks. Dus je bent echt gefocust op elkaar. Alleen dat is alles wat je hebt. Ja. En dan leer je iemand toch kennen die je eigenlijk, ja, wat ik al zei, in het echte leven misschien dat je er niet de moeite voor zou nemen of zo. Precies. In Love Island, ik werd al op een bepaalde manier neergezet. Ja. En dat had natuurlijk ook effect op haar. Ja. Want ja, weet je, wat moet ze nou geloven? Ik bedoel, ze kent mij niet. Dus precies, ze kan bent stranger. Ja, precies. Dus ze kan gewoon afgaan op de verhalen die ze op dat moment hoorde. Kijk, nu is het wat beter met het vertrouwen. Maar ik moet wel zeggen dat ik in deze relatie merk dat het nog... het stukje vertrouwen nog... Ik wil niet zeggen dat het er helemaal niet is. Maar ik merk wel dat Love Island toch een klein effect erop gehad heeft. Weet je? Ja. Het is gewoon fragiel. Ja. Ik leer daar dus wel mee omgaan, weet je. En, het lijkt me wel zwaar voor beiden, want jij moet jezelf dan bewijzen en zij heeft zoiets van, oeh, wat is je aan het doen? Het lijkt me ook zwaar om mee te doen. Ja, het is een test, hè. Ja. Het is een grote test. Ja. Dus dat is nu iets wat, weet je, wat toch wel nieuw voor mij is. En je zegt, ik heb ermee leren omgaan, op wat voor manier doe jij dat dan voor jouw gevoel? Nou, ik denk, beter communiceren, sowieso. Weet je, ik bedoel, als je iemand het nodig heeft, in dit geval zij heeft het wat meer nodig dan, denk ik, weet niet hoe dat werkt met vrouwen. Kijk, jullie zijn sowieso heel apart. Ja, ik weet nog dat ik een uitspraak maakte, vrouwen hebben altijd bevestiging nodig. Ja, maar dat is toch zo? Felix keek me aan en zei... Ja, maar dat toch of niet? Ja. Niet dan? Ja, vaak wel. Ja. Vaak wel. We willen het gewoon horen. Ook, want je hebt ook mannen die heel veel bevestiging hebben. Ja, klopt. Communicatie is gewoon zo belangrijk. Ja, het is heel belangrijk inderdaad. Wat jij ook zei, vrouwen denken ook gewoon over alles zoveel na, te veel. Ja. En zij heeft op dat moment echt de kans gehad om te veel over dingen na te denken, want je hebt niks anders. Oh, niet normaal. Dus dan ga je het enige wat je doet tijdens nadenken, overdenken en je doet niks anders. Nee, het lijkt me zo gek en ik denk ook dat veel relaties daarna ook stuk lopen, want je bent inderdaad in een bubbel. En daarna ben je gewoon in real life. Ja. En dan ben je ineens samen. Ja, het is echt heel moeilijk. Maar hoe was
was het voor jou dan om eruit te gaan en weer erin te komen? Want jij hebt als enige daar de kans voor gehad. Ja. Ook sick. Ja, echt hè? Ja. Weet je dat ik het niet wist, maar toen ik eruit ging, dacht ik bij mezelf, dit kan niet. Ze moeten mij wel terugsturen. Echt? Ja, echt. Je voelde het gewoon. Ik voelde, ik zat toen, want je gaat altijd in lockdown, hè. Mm. Daarna moet je in een hotel op Gran Canaria zitten, want de aflevering. Ja, tuurlijk, want jullie weten dat nog niet. Ik was er maandag uit en jullie zagen het pas woensdag. Oh. Dus ik mag niet gezien worden nog op straat. Ook geen telefoon? Niks. Helemaal niks. Oh, ja, dus ik zit daar gewoon in een hotel. Wow. Weet je hoe. Koud. Jezus, echt. Cliffhanger, jongen. Ik zat dus in een hotel. Dus ja. Toen ik eruit ging, ik zat dus in een hotel. Maar toen ik eruit moest. Kijk, een week voordat ik dus naar huis moest, toen zei ik al tegen Alexandra, ik ben next. Ik moet naar huis. Ja, ik voelde het. Omdat je hebt natuurlijk challenges en dan zie je dan wat het publiek over je denkt. Het maakt voor mij heel weinig uit wat andere mensen denken. Het gaat er bij mij gewoon om, wat denken mijn loved ones, weet je? Ja. Degenen die om me heen zijn, wat denken zij van me? Dat boeit mij. Maar wat de kijkers of zo, dat maakt me niet uit. En dat vonden zij daar binnen natuurlijk heel... Nee. Van, weet je, hoe doe je dat? Ja, en je wist dat het haar ook beïnvloedde natuurlijk. Dat vond ik lastig. Mm-hmm. Weet je, ik vond het lastig van, oké, hoe sta jij er dan in, weet je? Hoe ervaar jij het dan? Yeah. Dus dat vond ik wel moeilijk. Dus op een gegeven moment toen zei ik tegen Alexander van, ik denk dat ik de volgende ben die wegga. Maar weet wel dat je je geen zorgen hoeft te maken en dat ik gewoon op je zal wachten. Het werd maar uitgesteld. En we moesten bij de vuurkorf zijn en er werd maar niemand weggestuurd. Dus dat was voor mij, ik werd ook zenuwachtig, weet je, op een gegeven moment. En toen kwam hij onverwachts, kwam hij gewoon. Yeah. Ja, dan moet je dus, kijk, dat was op maandag gebeurd. Mm-hmm. Maar jullie zien het pas op woensdag. Yeah. Je mag natuurlijk niet gezien worden. Dus ik moest op hotel zitten. En ik zat op hotel, dat was super moeilijk. Hè? Je moet nagaan dat je eerst gewoon in een villa zit en je slaapt met iedereen op één kamer. Mm-hmm. Met camera's ook nog. Je wordt gewekt om 9 uur. En nu zit je alleen in een hotel. In Gran Canaria, in je eentje, zonder camera's. Je mag liggen hoe lang je wilt. Het was super raar. En je blijft er natuurlijk mee in je hoofd van, ik ben onterecht weggestuurd. Ja. Alexandra zit daar nog. Gaat ze met iemand koppelen? Oh my God. Het is echt marteling, hè? Ja. Niet normaal. Je zit daar en je weet dat er een nieuwe jongen binnen is. En je weet gewoon niet hoe zij daarop gaat reageren. Kas. Oh ja. Ja, dat was ook een probleem. Dat was ook een probleem. Shit, ja. Ja. Wow. Ja, dus het is echt, het was marteling. Echt niet normaal. En dan moet je gewoon op hotel zitten. Tot dan de uitzending is. En mijn geluk was, ik zat één dag op Gran Canaria, zat ik dus op hotel. En die dag daarna vloog ik naar België. Oh. Ja, okay. Want ik had dus gelijk een interview. Maar ik kwam dus bij de zender. Iedereen reageerde op een bepaalde manier dat ik dacht, er klopt iets niet. Waarschijnlijk is er iets of wat dan ook, of zijn ze ergens mee bezig. Mm. Ik had toen ook met een psycholoog gepraat. Want dan, je hebt, dus voordat je gaat, dan moet je dus testen doen. Of je het wel allemaal aan kan. Daar was ik ook benieuwd naar. Ja, want ja. Het is echt een ding. Je moet superveel testen doen. Ik heb, wow. Ik denk 2 maanden van tevoren heb je echt letterlijk, ja, ik weet niet hoeveel testen. Maar je moet met de psycholoog skypen. Wow. Je moet allerlei testen bij de dokter doen. Je moet superveel doen. Maar ik vind het goed dat ze dat doen, hoor. Ja, ja, ja. Want dat wist ik niet. Ik dacht ook echt van, yo, dit is echt een experience die je nooit meer vergeet. Ja, klopt. En toen kwam de psycholoog dus binnen, ik had er wel echt behoefte aan. Hmm. En toen zei ik ook van, ja, ik ben gewoon bang dat ze in een koppel gaat met iemand anders. En niet omdat ik hoop dat Gianna er kiest. Zodat je weet dat het vriendschappelijk is. Ja, dan weet ik dat het vriendschappelijk is. Ja. En eigenlijk mocht ik het niet weten, want de recoppeling, dat mag ik niet weten. Ik ben er al uit, dus ik kan het ook aan iedereen vertellen. En op een gegeven moment kwam de psycholoog binnen en toen zei ze, Denzel, maak je niet druk. Alexander is gekozen door Jarna. Wow. Ja, dus toen dacht ik, oké, hij is real. Weet je, ik waardeerde het echt. En ik weet nog dat ik mocht dus niet naar buiten. En op een gegeven moment dacht ik kan niet meer. Ik moet naar buiten. Ik zat al 3 dagen binnen. Ik moest naar buiten. Dus ik zei toen tegen mijn begeleider, want je hebt gewoon een begeleider die de hele dag met je is en je in de gaten houdt. Die zit een kamer naast je en als ze maar één ding hoort, dan maakt ze de deur open, kijkt ze waar je heen gaat. Yo, dit is echt... Niet normaal, hè? Wow. En ik weet nog dat ik toen... je had een restaurant beneden. Mm-hmm. En eten mocht je dan nog wel alleen, maar dan moest je aangeven dat je ging eten. Jeetje. Ja. Dus ik ga naar beneden en ik ga snel naar de balie. En ik zeg, naar de receptie, en ik zeg, kun je alsjeblieft Love Island opzetten? Want het was 8:30. En ze zetten dus Love Island op. En ik kon toen precies zien wat er gebeurde en wat er gezegd werd. En ik kon toen alles zien. Oh. Dus zo heb ik het toen gedaan, heel stiekem.
En op een gegeven moment zei ik dus tegen mijn begeleider van, hey, luister, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik moet naar buiten. Dit is niet menselijk. Ik wil gewoon naar buiten. Ik wil eten in een restaurant. Ik wil gewoon even, weet je, ik wil niet binnen zitten, want ik zit alleen maar te denken aan hoe alles ging. Ik heb een bril op, capuchon, een pet op. Ja, echt niet normaal, hè. Wat, ja, is echt niet normaal. En alsnog herkenden mensen me. Zij raakten toen helemaal in paniek, weet ik nog, shit, weet je. Shit, ja. En, maar wat doe je dan? Moment... Zeg je dan ook echt ja, hey? Ja, wel. Ja, dan komen ze van, oh, Denzel, mag een foto? Maar dan zit je begeleider en dan zegt ze nee, mag niet, weet je, mag, nee. Nou, in ieder geval waren we dus naar buiten gegaan. Toen kwam ik binnen in het hotel. En we werden gebeld door de bazen. Dus wij natuurlijk bang. Misschien wisten ze dat we buiten geweest waren. Maar het was dus omdat ze zeiden, Denzel, we gaan jou terugsturen. Dat was dinsdag volgens mij. Was dat... They already knew. Ja. Gewoon. Ze wisten het al. Toen zeiden ze van, Denzel, we gaan je terugsturen. Hoe sta jij daar tegenover? Ik zeg, ja, ik ben down. Ja. Toen zeiden ze, is goed, we gaan er werk van maken. En vrijdag mochten jullie stemmen. Oh, dus toen ze zeiden, we gaan je terugsturen, toen moesten ze wel nog wachten op... wat de kijkers gingen ja, doen, dat was ja, maar dat wist al duidelijk. Dat wisten zij ook al. Ja, dat wisten zij ook al. Wauw. Ja. Dus echt? Dat is echt bizar. Dus eigenlijk heb je ook niet echt meegemaakt dat je eruit was, want dat was... Ik ben één dag thuis geweest. Oh wel, oké. Okay. Vrijdag kwam ik thuis en zaterdag vroeg moest ik weer weg. Zo. Ja. Gek avontuur, man. Ja, echt. Ja, je weet vanaf de kijkers kan natuurlijk niet wat er allemaal bij komt kijken. Nee, precies. Maar... ja, ik besefte me wel, dit is gewoon wel echt een ding waar je mentaal helemaal gek van kan worden. Ja, dus je wordt echt in een soort hoekje gestopt en klaar. Ja. Wel sick hoor. En het is precies wat je zegt, hoe men over vloggers denkt. Weet je, die denken dat het heel makkelijk is. Maar zo wordt er ook gedacht over reality. Precies. Oh ja, je zit daar maar en... maar het is niet makkelijk hoor. Nee, ik geloof dat echt. Het is niet makkelijk. Het wordt echt onderschat. Ja, echt. Het is echt dat je bijna wil roepen van, nou ga zelf maar. Ja, precies. Doe het zelf dan. Ja, echt. Ik weet niet hoe het is, jongen. Ja. Nee. Je zit echt 7 weken, zit je gewoon in een villa zonder telefoon en... Het is niet makkelijk. Crazy, 7 weken is lang hoor. Het is super lang. Wat hebben je ouders je op het hart gedrukt wat je nooit zult vergeten? Mijn vader toen was ik heel klein. Die heeft ooit tegen me gezegd, ik weet nog dat hij uit elkaar ging met mijn moeder. Dus die ging uit elkaar, toen was ik heel jong. En ik zag dat hij er heel veel moeite mee had. En ik was jong, maar ik zag het heel apart, hè. Want ik zou eigenlijk nog niet kunnen... Kunnen waarnemen wat hij nou bedoelt. Ja, eigenlijk zou dat het zijn. Maar dat was gewoon voel. Ik zag gewoon hoeveel moeite hij ermee had. Ja. En op een gegeven moment toen zei hij dus tegen me van... weet je, wat er ook gebeurt. Je mag verdrietig zijn als man zijnde. Ja. Maar vergeet niet dat je man blijft. Pak het ook gewoon als een man. Het moment dat je dan wilt huilen of wat dan ook. Doe het. Mm-hmm. Weet je, maar wees wel voor degene. Dus althans dan misschien voor... mijn moeder doet voor mij, wees dan gewoon wel een man. Weet je, dus... Okay. Dat is wat mij echt bijgebleven is. Dus je denkt dat het tonen van emoties een beetje het man zijn in je naar beneden haalt? Dat wil ik niet zeggen. Dat wil ik niet zeggen, want ik vind het heel mooi als een man zijn emoties kan tonen. Gewoon. Yeah. Weet je, dat vind ik gewoon tof juist. Maar het moet niet too much zijn. Ik vind wel, je blijft man. Wat vind jij ervan? Wat vind je dit juist? Ik vind het altijd heel lastig. En... dat is echt zo stom, want ik ben vaak ook, bijna dagelijks wel, dat ik een momentje heb dat ik aan het zeuren ben of chagrijnig ben of moet huilen. Echt. Ja. Ik denk dat het gewoon bij vrouwen zijn hoort of zo. Maar als Felix dan, Felix is echt 1 dag in het jaar dat hij chagrijnig is. Mm-hmm. En dan denk ik echt, hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. Wat moet ik doen? Get over yourself. Ja, zo, ja. Weet je? Dus het is heel raar. Dat is gewoon een soort beeld wat je bij een man hebt. Dat je denkt, ja, je moet inderdaad gewoon steady zijn. Ja, oké. Maar dat geeft wel veel pressure. Niet normaal. Want als ik dat ook dan realiseer van hoe ik mij voel en denk van, waarom doe je zo chagrijnig? Get over yourself. Denk ik, wow, wacht even hoor. Ik doe dit elke dag. Ja. Laat me even normaal doen. Dus dan besef je het ook wel. Maar het is gewoon een soort standaard beeld wat je gewoon hebt bij een man. Ja, toch? Ja. En dat vrouwen dus zeiken is blijkbaar ook een soort standaard. Ook standaard wilde ja. Maar nee, ik vind het ook heel mooi hoor, als iedereen gewoon hun gevoelens uit. En ja, ik ook. Heb daar juist altijd heel veel respect voor. Ja. Maar ik zou ook liegen als ik een man zou hebben die elke dag huilt, dan zou... Nee, toch? Nee. Zou ik echt een afknapper vinden. Ja, daarom. Ja. Ik denk dat vele vrouwen dat wel hebben. Ja. We zijn alweer bij de laatste. En de laatste is altijd een stelling. Ja. Mijn partner mag ten alle tijden bij mij in mijn telefoon kijken en ik bij haar. Nee. Zo, dat was heel snel. Nee, jij vindt van niet. Waarom? Nee. Sowieso, als je zoekt ga je vinden. Want je hebt, ik bedoel, je ziet iets. Ja. Het hoeft niet eens
iets te betekenen of wat dan ook, maar jij leest het en jij je maakt er gelijk in je, snap je wat ik bedoel? Je eigen beleving maakt je maakt je bij. Eigen, juist, precies. Ja. Dus het gaat nooit goed. Ten eerste en ten tweede vind ik dat je, ik bedoel, je hebt ook wel, je mag ook wel je eigen privacy een beetje hebben. Mm-hmm. En dat hoeft niet te zeggen dat je iets doet of dat je verkeerd bezig bent, dat niet, maar het is je telefoon, ik bedoel. Oh, jouw dingetje. Het is jouw dingetje, ja. Ja. Dus nee, daar ben ik het niet mee eens. En dat bedoel, koppels die het wel doen, ja, misschien werkt het daar wel of zo, maar ik ben ervan overtuigd dat het moment dat je gaat zoeken, dat je ook iets gaat vinden. Ja, is altijd. Het is altijd zo. Ja. Weet je, en nee, ik vind dat dat wel een klein stukje privacy is. Ja. Jij? Vind ik ook. Ben ik het helemaal mee eens. Ben je wel eens niet vriendje stil van gaan? Eén keer. Ja, wel hè. Eén keer, maar toen had ik een soort onderbuikgevoel. Zijn telefoon nog in de badkamer en hij is altijd van ja, dat ligt overal. En ik had zo'n gevoel van, er klopt iets niet of zo. Ja. En toen had ik inderdaad ook iets gevonden, je vindt altijd je iets. Je vindt altijd iets. Maar dat was dan echt, we waren toen een jaar samen en dat was van dat we net samen waren een maand, weet je. Ah, dus okay, okay. Zo ver terug al, maar je vindt altijd iets. Ja, maar en was je toch boos? Ik was gekwetst. Ja. Maar dan denk je, ja, kut, had ik het maar gewoon niet gedaan. Want dan had ik het ook niet geweten. En er is ook niks aan de hand, want hij deed helemaal niks fout. Ja. Maar het is wat jij zegt, je gaat er gewoon een heel beeld bij brengen. Ja, echt. Dus nee, daar heb ik heel veel spijt van gehad. En dat doe ik ook niet meer. Maar die urge voel ik ook niet. Nee, nee, precies. En dat is ook maar wel... dat is goed. Ja, als je dat niet voelt, dat betekent, nou, dat denk ik dat het wel goed zit. Ook elkaars wachtwoord willen weten en zo, dat... Nee. Nee, ook ik wil het ook niet eens meer. Nee, toch? Nee, dat... Ik hoef het. Dus echt, hè? Al mocht het of al was het, ik hoef dat niet te zien. Ik word daar misselijk als ik er nu al aan denk. Misselijk, hè? Ik word er gewoon misselijk van als ik eraan denk. Dat is echt het juiste woord. Ja, nee, dat hoeft niet. Dat hoeft echt niet. Het hoeft niet. Ik vind gewoon dat het moment dat je ergens mee bezig bent, van ik kom er wel achter op een andere manier. Mm-hmm. Sowieso. Kom dan naar boven. Het komt dan naar boven. Dus. Ja. Ben jij een jaloers persoon? Nou, jaloers wil ik niet per se zeggen. Misschien een trots persoon. Dus dat wil zeggen, ik hou er niet van om verschrikt gezet te worden. Snap je? Dus dat wil niet zeggen dat het jaloezie is. Dus dat het is, ja, je mag niet met andere jongens praten, daar gaat het niet om. Nee. Of, weet je, maar het gaat bij mij gewoon, ik hou er niet van om verschrikt gezet te worden. Dus, logisch. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik zou geen probleem maken als zij mannelijke vrienden heeft of wat dan ook. Absoluut niet. Maar je weet wel tot hoever je kan gaan. En wat je niet moet doen. Precies. Dat weet ik gewoon. En dan ben ik ook gewoon zo van, luister, ik geef je vrijheid, je moet doen wat je wil. Maar het moment dat het me niet bevalt of wat dan ook, dan zal je het ook gelijk weten. Dan ga je het horen. Dan ga je het horen, ja. Precies, ja. Ik denk ook dat jaloezie iets is wat je niet per se zelf bent, maar wat wordt gecreëerd in een slechte relatie. Ja, zeker. Want als jij het gevoel hebt dat je dus echt dingen moet checken, dan ga je ook jaloers worden. Ja. En dan ga je ook denken van, hé, maar ik vind het niet fijn dat jij weggaat, blijf maar mooi thuis. Juist, weet je wel? juist. Het is gewoon... in de relatie waar je in zit, daar ligt het gewoon. Ja. Is jouw vriend jaloers? Nee, totaal niet. Nee. Nee, en ik merk ook dat ik het ook echt totaal niet ben in deze relatie, omdat het gewoon goed zit. Uh-huh. Maar hiervoor heb ik echt relaties gehad waarvan ik denk, wow, het was echt een bitch. Ja. Ja, dat ik echt gewoon zei, nee, je blijft maar thuis. Je gaat niet gamen met je vrienden. Nee, je blijft echt thuis bij mij, omdat ik hem niet vertrouwde. Weet je, dus er wordt een soort monster gecreëerd. Door leugens en door wantrouwen. Ja. En ik geloof gewoon niet dat je als mens zijn echt jaloezie kan creëren. Tenzij het dus situaties weet door dat denk ik door ook. Dingen die gebeuren. Ja. Dat gevoel heb ik. Met kikker ook op, hè? Bevestiging. Ja, dat is ook weer. Ja. Dat is echt zo. Ja, want dan weten ze dat het goed zit. En dan wordt de ander echt afhankelijk. Ja. Dus alles opzoeken zodat diegene zo jaloers mogelijk wordt. En dan worden ze zelf heel blij. Ja, daar groeien ze van. Dat is echt zo. Ja, want dan hebben zij zoiets van: oh, kijk, ik hoef niet onzeker te zijn. Het zit toch goed. Die wil me toch no matter what. Kijk maar, ze doet alle moeite. Of hij doet alle moeite. Ja. Ja, die leeft ervan. Bizar. Ja, true. Mm-mm. I think it's a wrap. Yes. Nou ja, zeg maar dit. Ja, top. Dat was hem alweer. Hoe vond je het? Ja, leuk. Echt top. Was leuk, hè? Ja, ik vond het echt gezellig. Gewoon lekker open. Ik kon lekker mijn neusje. Gewoon even lekker mezelf zijn. Mijn ei kwijt, inderdaad, ja. Eindelijk. Ja. Ja. Dus ik vond het leuk. Nee, ik waardeer dat je open bent geweest. En ik denk ook echt wel dat mensen jou als persoon beter leren hebben kennen. Ja. Beter leren. Doe ik het weer. Ik heb dit eerder gehad. Beter hebben leren kennen. Ja.
denk ik wel. In plaats van de Denzel van Love Island. Van Love Island, ja. En je zei aan het begin heel strikt, dat is iets wat ik heb afgesloten. We hebben het er alsnog over gehad. Ja, wel, inderdaad. Of vond je dat niet erg? Nee, want dat komt uit mezelf. Oké, okay. Ja, voelde niet geforceerd. Het werd niet nagevraagd of zo, dus. Nee. Oké, mooi. Ik vond het leuk. Nou, fijn, ik ook. Echt. Ik hoop dat jullie hem ook beter hebben leren kennen. Want dat is wel het doel van de takkie. En stay tuned, want er komt nog veel meers aan. Veel meers. Dat zei je de vorige keer ook. Wow, veel meer. Er komt nog veel meer leuks aan. Doei. Yes. Nou, ik ben wel echt blij. Ja, ik we ook. Did it. Ja, echt. Super. Gezellig, man. Super. En nu? Sorry. Kaartjes. Oké.